Soap story, lach en huil story, list, liefde en bedrog, alles komt voorbij. Soap story, lief en leed story, zie vreugde en verdriet, geniet van PBT. Mam? Hi, waar is het? Wat doe jij hier? Ik kom hier wonen. Hallo? Dit is mijn moeder. Hier. Ja. Moeder, Orda, dan zou ik hem helpen met die koffers, hè? Oh god, wat een koffers met jou. Wat moet je helemaal doen? Hier, oeh, wat voor! Oeh, oefeneren, oh, pak hem maar! Die god, wat even moe, zware koffers, hè? Oh, ik, wat doet ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ja, waar moet je er met? Ja. Oh, ik zal blij dat ik thuis ben. Zo, kijk eens, geld binnen. Hoef niet meer naar Aldi. Move daar nou. Zo, dan gaan we naar de Sim wat mensen inlichten. Zullen we dat Sim doen? Nou, begin bij de A. Dus Anne natuurlijk eens in kijken. Hey meisje, Ine, hoe is dat? Ja, heb je dat gehoord? Ik heb een miljoen gewonnen, hè? Ja, ik ben hartstikke rijk nou. Jij niet, hè? Nee. Dus kon je nooit meer met je omgaan, Anne! Mag Leonie een keer mijn kantoor schoonmaken? Gaat ze company manager uithangen bij Metropool? Het is echt verschrikkelijk! Hoi! Er is iets gebeurd. Iets heel ergs. Er is inderdaad iets ergs gebeurd. Hoe kom je erbij? Ja, mijn pet was ingeslipt door de bank. Kan erop nog wel bij. Ja. Ik neem alweer contact op met de bank. Verder nog iets? Nou. Je had toch een sollicitatie? Ja, zij wil personeel, dat loopt weg. Ja, nou, vind je het heel gek? Niemand wil werken voor 1 euro per uur. Dat wil toch ook niemand? Waarom niet? Zo slim zijn de homo's niet van tegenwoordig. Ze doen het met iedereen. Ik heb een idee. Oh, dat is... Laat mij maar. Ik heb een geweldig idee. Het komt allemaal goed voor mij. Allemaal. Ja, fijn voor je. Zo, gaan we Frida bellen en licht. Hey vriend, met mij, met Ine, hoe is dat? Je hebt gehoord, ik ben miljonair geworden, ja. Dus, wat zeg je, geld in? Tuurlijk niet, score je rotzooi, hoef je nooit meer te zien, haha! Daar wordt mij onrecht aan gedaan! Ik kan het geld niet opnemen bij de bank! Was er maar iemand om mij te helpen? Ik kan u wel helpen. Zeg, wie kunt u mij helpen dan? Want er zijn natuurlijk heel veel problemen waar je mij niet kunt helpen. Ik help je natuurlijk met je geld. Oh ja, dat... Ik werk bij de Essenaris Bank. Oh, jij werkt bij die bank? Ja. Waarom kan ik het geld er niet opnemen? Wat doe ik nou verkeerd? Ik weet altijd alles wel precies in het gleufje te krijgen. Het is een te groot bedrag wat u in één keer op wilt nemen. Vandaar dat u niet op kunt nemen. Oh, u gaat me dan helpen om het termijn op te nemen? Ik help je. Oh, dat is mooi. Gaan we mee met mij naar huis, dan bespreek het. Ik heb geen idee waar ik woon, maar we komen... Ik ga toch in de bosjes alles bespreken? Oh, wat gezellig, hè? Niks tegen Richard zeggen. Doeg! Schuim ze met je bel. Hi, maak je moeder in. Ja. Hey, Jeanette, hoe heet dat? Ja, nee, kijk, wil je meedoen dat je beneden mijn stand bent nou, ja? Oké, dag. Maar dat komt dan weer niet, hè? Ik deed alleen met klels, hè? Ja. Maar ik werk niet meer daar. Nee. Ik kan me thuis horen op pad en ja.
Die was veel jonger dan ik, gewoon een strakke. En heeft al mijn mannen afgepakt. Maar dat is niet mooi. Maar ik had wel een goed verhaal. Toen kwam ik in de krant. En dat heb ik altijd bij me. Hoe je het? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben nou van collega rondom die kamer. Kunnen we weer in de krant bekijken? Dat ben ik. God, wat een mooi Wichke. Dat was ik net begonnen. Oh. Dat was ik net begonnen. Wichke, Wichke. Maar kijk hoe Wichke toch mooi op de zon. Ja. Mooi man. Oh man. Oh. Ah, doe niet zo populair alsjeblieft. Dat was een mooie moeder, hè? Ja. Dank. Gedraaid. En nu heb ik geen geld meer en moet ik terug. Nee, je moet hier blijven, vind ik. Ik kan niet zonder. Ik kan ook niet zonder jou, maar het moet. Anders betaalt mijn moeder nooit meer iets voor me. Schat, laten we elkaar brieven schrijven. Om zo de liefde te kunnen voortzetten in Nederland. Vaarwel. Adieu. 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 Ik wilde zo graag uit de drukke stad. Het was me veel te druk. En ik heb mijn zoons al zo lang niet gezien. Dus ik kwam mijn zoons even bezoeken. Maar heb je dat nooit gehoord dan? Ricardo is vermoord. Je moet blijven! Je moet blijven! Maar niemand weet door wie. Niemand verlaten, hoort de stem! Dus
opgelost. En ik probeer dat nog uit te zoeken, maar we weten het niet. Ik heb wel een korte relatie gehad. Eerst vragen jullie niet te komen. Ik vraag maar. Nu ben ik hier en nu ga ik. Ik vraag maar. Je was op gruwelijke wijze vermoord, hè? En je hoort? Stond gewoon in de krant, hoor.